Na het uh, duel uh, achilles Silvolde sta ik met Erik Meijers, hoofdtrainer van uh, Achilles. Um, Erik, hoe schat je de kwaliteiten van Zilvolde in voorafgaande aan deze wedstrijd? Nou, uh, we hebben deze wedstrijd uiterst serieus genomen. Kijk, uh, ik had natuurlijk wel een aantal jongens rust gegeven. Maar uh, ook de jongens die nu spelen, vind ik gewoon dat wij uh, op papier beter zijn dan Silvolde. Maar je ziet het in de praktijk, dat zeker de eerste helft alle complimenten naar Silvolde, maar dan gaat het toch nog wel om, om de kool maken en die doe je dan niet. En ja, dan blijft het toch 0-0 ja, en dan denk ik dat na de rust dat we gewoon met, met, met minimale eh, ja, inzet in feite de wedstrijd over, over de streep trekken. Uh. Als je langs de kant kijkt, dan uh, kun je zeggen dat je uiteindelijk uh, misschien wel een stukje conditioneel uh, voor, uh, verder bent dan uh, de ploeg in Silvolde. Uh, toch uh, boorden ze redelijk tegenstand. Uh, zag je dat in de wedstrijd uh, ja, toch anders? Of uh, ja, kon je dat makkelijker uh, uitspelen op een gegeven moment? Nee, meer dan volwaardig. Ik bedoel, alle credits aan Silvolde, zeker de eerste helft. Alleen uh, er is een wet in de voetballerij dat je gewoon moet scoren. En uh, je kreeg voor de rust toch twee, vond ik, 100% kansen. En die gaan er niet in. Ja, wij kregen natuurlijk ook nog wel een kans. Maar ik bedoel, je weet als je tegen ons wil winnen, dan moeten dat soort ballen erin. Maak je dat soort ballen niet, ja, dan maken wij na de rust toch ook wel een keer uit een moment een 1-0. En dat gebeurde ook. Ja, en dan vond ik daarna wel dat de wedstrijd een heel eind gelopen was. Goed, dat, dat kon je langs de kant ook duidelijk zien. Goed, een andere boeg. Erik Meijers, negen jaar hoofdtrainer van Achilles Nog één jaar in het vooruitzicht, langt dan een positie in het betaald voetbal? Nou, die longt altijd. Maar goed, wij doen gewoon iedere dag ons stinkende best om in ieder geval te zorgen dat je wedstrijden wint. En dat je het goed naar je zin hebt. En ik moet zeggen dat hier bij Achilles nog steeds heel veel geluid zit. En we doen het dit jaar ook weer geweldig. Ik bedoel, kwartfinale beker. We hebben in de Amsterdam Cup de laatste 16 gehaald van Nederland. We staan tweede op de ranglijst. Zelfs nog kans op. Kampioenschap. Ja, daar kun je natuurlijk alleen maar van dromen. En, en zolang wij hier uh, ingrediënten kunnen creëren, waardoor wij iedere keer weer een geweldige voetbalcultuur uitstralen, uh, zit ik als een vis in de vijver en uh, kan ik goed 20 jaar bij Achilles blijven. Maar goed, het zou ook zomaar mijn laatste jaar kunnen zijn. Okay. Uh, laatste vraag. Uh, uh, de wedstrijd over het, uh, over het hele gebeurde gemeten. Achilles uh, verliest volgend jaar toch een aantal spelers. Nog wat opgevallen bij Sylvoldo toevallig? Ja, nou goed, uh, ik, ik weet waar je op bedoelt. En uh, ik moet zeggen, Sylvolde heeft zeker vier, vijf hele goede spelers. En uh, ik denk als ze het op kunnen brengen wat ze vandaag opbrengen, dan worden ze gewoon kampioen. En dat moet je ook uitstralen, want dat, uh, dat heeft de ploeg over zich. En, en daarom denk ik ook, als ze, als ze gewoon doen wat ze moeten doen, dan uh, verwacht ik dat Sylvolde volgend jaar eerste klas speelt. Erik, bedankt voor je tijd, voor de, de succes met Achilles in de competitie. Dankjewel, jullie ook.